Hallo Waterman, welkom op mijn kanaal. De uilen, ja, je wil misschien graag communiceren met iemand, bijpraten. Dat is ook een wijs persoon met wie je wilt praten. Misschien wil die andere persoon niet praten, dat kan. Iets wat jou op het hart ligt. Iets over de liefde. Misschien wil je iets verbreken. Dat betekent toch wel iets wegmaaien, de vork. Misschien wil je iets verbreken met iemand. Laten we kijken wat er nog meer is. Of je hebt zoiets, misschien heb je zoiets, ik wil graag praten over over wat in mijn hart ligt. Maar dan krijg je daar de kans niet voor. Want je wil misschien iets wegsnijden uit je leven. Ja, misschien wil jij iets gaan ontvangen, maar je wil dat bespreken met iemand. Iets moois ontvangen. Even kijken wat er onder het hart ligt. Jullie zijn altijd wijze mensen. Veel. Ja, je wil eigenlijk over harte zaken spreken, zodat alles opgelost wordt. Zodat dingen opgehelderd worden, zodat er geluk weer kan komen, de ster. Ja, er zijn misschien mensen die jou verhinderen in jouw geluk. En daar moet je steeds van je afbijten. Die doen eigenlijk een blokkade opwerpen. Terwijl jij graag wil communiceren. Misschien dat je niet kan of durft te communiceren over je wat er nou speelt over je geluk en dat je iets wil aanbieden. En dat er iemand vreugde in je leven brengt. Dat je eigenlijk wel gevoelens hebt voor iemand. Maar dat betekent ook wel dat je iets achter je moet laten, giftige dingen. Laten we even kijken wat er nog meer speelt. Ja, dingen. Je moet ze eigenlijk waarschijnlijk steeds verdedigen daartegen. Ja, je moet eigenlijk de waarheid vertellen, Waterman. Maar misschien lukt het niet, omdat de andere partij misschien niet gaat praten. Je wil misschien ook wel graag de waarheid vertellen, maar kan zijn dat de andere niet praten wil. En ja, daarom keer een beetje in jezelf. Solitude.
Ja, je probeert de antwoorden in jezelf te zoeken. Maar wees toch wel vastbesloten om toch dat geluk te vinden. Ga vastbesloten je weg volgen. Ook al praat de ander niet wat jij wel graag wil. De waarheid komt toch wel boven water. Want het geluk komt er wel aan. Ik zie al goudvissen staat voor mij. Voor geluk. Wie zegt ook. Er gaan toch bepaalde ja, deuren voor je open. Je kan hoeft alleen maar je hartcentrum te openen. En dan is daar een deur en dan kun je die daar betreden. Waar je sereen voelt. En dan ga je waarschijnlijk blijf je ja, in eenzaamheid. Je kan al die levenservaringen opdoen. Die helpen om op een hoger level te komen. Jouw inner licht, ja, die schijnt. Kijk maar hoe die schijnt. Ja, als iemand niet wil praten, dan houdt het even op, hè? Dan moet je wachten. Dan moet je naar, ja. Je eigen pad gaan volgen. Misschien ben je ondertussen wel aan het flirten en daten met andere mensen. Misschien is er nog een derde partij. Maar dat kan een verleiding zijn. Doe dat niet, hè. Ga naar binnentreden. Het beste voor je groei. Maak gezonde keuzes in liefde en leven. Hou van jezelf, zorg er voor jezelf dat je gelukkig voelt. Ja, misschien wil je niet meer ja, praten. Heb jij een muurtje opgebouwd? Misschien ben je boos. Misschien heb jij geprobeerd contact te zoeken met iemand. En die heb gezegd van nee, dat wil ik niet. Die heb muurtjes opgebouwd ook. Ja, daarom praten jullie niet waarschijnlijk na een telefoongesprek. Kan zijn dat deze persoon jou pijn gedaan hebt. Of jij jij hebt geprobeerd te bellen. En maar deze persoon was niet aardig. En die wou niet de conversatie aangaan, waardoor jij dus nog meer teruggetrokken hebt uit de situatie. Maar ja, je bent nu. Ja, zo heb je iets. Ja, ik ga zelf maar mijn deur naar het licht openzetten. Ik ga nu maar zelf groeien in mijn spiritualiteit. Ga zelf maar gezonde keuzes maken, niet meer in verleiding komen. Misschien dat jij probeert echt deze persoon in te palmen. Door je hart open te zetten en hopen dat hij ja, geluk kwam. Maar deze persoon praat nog niet. Die wil nog niet vertellen wat er in hem omgaat. En zodat je ook je waarheid niet kan vertellen. Dus de conversatie is misgelopen met deze persoon. En dan moet je toch eventjes, ja, toch voor jezelf gaan kiezen.
de dingen verbreken eigenlijk. En dan kijken wat bij je hoort. Als iemand bij je hoort, is het oké, maar als het niet bij je hoort, dan niet, hè? Dan wacht je gewoon af of er iemand anders in je leven komt. Goed, dit was de Voor de Waterman. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg! Hallo tweelingen, welkom. Ik ga een mooie kaart voor jullie. Ik zie al een nieuw begin. Je gaat ergens van wegvliegen, lijkt wel. Wordt iets nieuws geboren. Misschien ga je verhuizen. Of ben je pas verhuisd. Maar er komt een nieuw begin. En ja, de wolken gaan verdwijnen. Er komt meer licht. Kan zijn dat je een boodschap van iemand krijgt. Een positieve boodschap. Kan ook dat je voor werk gaat verhuizen. Jij gaat eigenlijk vliegen naar geluk. Het staat wel van geluk, een cadeautje van het universum. Veel te veel kaarten. Ja, nog meer wolken. Er is waarschijnlijk heel veel gebeurd, maar ik voel wel dat je hieruit gaat komen. Deze kaarten zijn dubbele kaarten. Komt overvloed in ieder geval. Geluk. En ja, ook liefde. Dus best wel veel wolken geweest, hè? Maar ja, die wolken gaan weg uit je leven. Misschien nadat jij dus een goede boodschap hebt gehad van iemand. Kan ook wel dat je misschien kan ook werkgebied zijn. Dat je zo'n sollicitatiebrief hebt geschreven. En dat jij dan gaat besluiten, ik ga het nou doen. Ik ga dit werk aanpakken. En de zon gaat dan weer schijnen voor jou. Tweelingen. Ja, spreek je waarheid. Zeg wat je wilt. Misschien geloof je het allemaal niet, maar dit is ook de waarheid. Je gaat nieuwe dingen ontdekken. Je gaat iets nieuws opbouwen. Je zit alles wel te overdenken van hoe zal het allemaal gaan. Is het wel mijn waarheid? Ga ik dit echt doen? Misschien kan je het haast niet geloven. Of je het kan of zo. Maar je mag dus voorwaarts gaan nu. Wees ook vriendelijk voor jezelf. Misschien ontmoet je vriendelijke mensen. Wat is meer met de tweelingen? Ja, heb wel kracht om dit nieuwe begin aan te pakken. En ja, denk niet te veel na.
Hou je controle over je emoties. Twijfel niet meer. Ga daar bovenuit reizen. Je hebt de kracht. Hou het vertrouwen. Alles wat er op je pad komt, daar kan jij aan. Je hebt de kracht nu. En ga niet meer in angst zitten. Ga even weer in je liefde zitten. Nog meer voor de tweelingen. Wedding rings. Union, wedding, married, soul connection, eeuwigdurende liefde. Ja, trouwerijen. Er wordt een belofte gedaan aan elkaar. Union. Trouwerij. Heel mooi. Verbintenis. Een soul connection. Eeuwigdurende liefde. Je gaat iemand ontmoeten. Die jouw energie een goed gevoelens geeft. Die echt vriendschappelijk is. Die echt jouw vriendschap geeft. Maar ook later waarschijnlijk. Ja, dat echt een zielenliefde is van je. En dat er meer in zit. Een trouwerij. Wat meer voor de tweelingen. Iemand die aardig is. Je mag iets dingen nieuw opbouwen, opnieuw opbouwen. En je werkt er hard aan. Je hebt hard gewerkt ook waarschijnlijk. Je hebt misschien lang achter iemand aangehobbeld. De chaser. En ja, nou heb je toch wel ja, gedacht van... ik doe het niet meer. Ga er niet meer achteraan zitten. Je had misschien verlatingsangst. Maar je besefte dat het niet goed was. Dat gaf je alleen maar donkere wolken. Maar je beseft dat je daar niet verder mee komt. En dan ja, kunnen dingen gaan gebeuren dat jij denkt van... Nou oké, okay, laat het rusten. En dan ga je vanzelf vooruit. Dan heb ik de kracht om het te laten rusten. En dan kan er opeens iets gebeuren. Een wonder gebeuren. En ja, dan kan opeens junior komen. En eeuwigdurende liefde. En dan ga je ook verhuizen misschien. En ja, dan gaat alles een stuk beter. En dan kan je vrij vliegen. Omdat jij niet meer zo bezeten achter iets aanrent. Goed, dankjewel voor het kijken. En tot de volgende keer, tweelingen. Doei! Hallo, lieve weegschalen onder ons. Welkom. Kijk hoor, ja, er moet iets schoons gemaakt worden in jullie leven. Met de broom, met de bezem, iets uit het leven geveegd, rommel opgeruimd. Misschien moet er nog gecommuniceerd worden met iemand. Nou, hopen dat die persoon ook wil communiceren natuurlijk. Alleen communiceren lukt natuurlijk niet, hè.
Ja, jullie bewandelen waarschijnlijk dezelfde weg. Maar er wordt wel iets weggeknabbeld uit het leven waarschijnlijk. Misschien loop je een andere weg, maar wel naar elkaar toe. Maar er moet wel iets opgeruimd worden, iets uit het leven schoongemaakt worden. Ja, waarschijnlijk moet er ook geheimen worden gedeeld. Dus iets opruimen, geheimen worden gedeeld. Meer naar intuïtie worden geluisterd, zodat de nieuwe deuren open gaan met de sleutel. Even kijken, de vogels. Wat komt er bij de vogels? Ja, er moet wat weggemaaid worden. Goed, zodat de oosten gaat lukken. En ja, er moet ook beter gecommuniceerd worden. Zodat er weer een mooie toekomst komt. Gelukkige toekomst, welvaart. Dus eerst wordt er wat weggehaald en dan komt er weer welvaart, geluk. Misschien nieuwe baan of dat soort dingen. Ja, je hebt waarschijnlijk energie verloren, dus je moet je energie weer opladen. Dus ja, schoonmaken jezelf misschien ook. Misschien heeft de maan wel invloed gehad op dit proces. Dat jij meer kon schoonmaken, of emoties eruit hebt kunnen gooien. En ja, je gaat dan veel positiever zijn als je dit bepaalde oude patronen misschien uit je leven zet. En dan komt er weer communicatie. Dus er moet ergens over gecommuniceerd worden eigenlijk met iemand. Wil. Eentje universum. Ja. Dan zijn er twee. Ik doe het maar één. Dan ook weer twee, dat doe ik niet. Ik ga nou de bovenste pakken. Nog één keer. Je gaat dingen ontdekken. Je gaat je oude geloofsovertuigingen loslaten. Je krijgt nieuwe ideeën. Want je hebt eindeloze mogelijkheden. Je gaat nu dingen bekijken achter jouw beperkingen. Je hebt waarschijnlijk jezelf beperkingen opgelegd. En dat ga je loslaten. Dat ga je wegmaaien. En want er is een grotere wereld in jou. Dus je kan veel meer dan je denkt. En soms ja, stuurt het universum jou wel een paar ratten die dingen wegknabbelen. Dat is omdat jij je pad moet volgen. Dus dat kan een heel ander pad zijn dan jij denkt.
Dus dat oude pad wordt soms weggeknabbeld. Dat wordt dan weggemaaid. Later mag je dan wel weer nieuwe dingen oogsten. Want je gaat wel ontvangen wat je krijgt. Je gaat aankomen waar je moet zijn. Je gaat dingen afsluiten. Dus je gaat naar rustige water varen. Met meer positiviteit. In ieder geval, je wilt meer communiceren. Je krijgt misschien wel een mailtje. Dus je wacht misschien ook wel op een bericht. Of een appje, een e-mail. Misschien wil je wel graag praten. Dit is de Golden Mirror. Je hebt misschien lang in een situatie gezeten, een beetje een narcistische relatie. Een relatie die jou niet diende. Iemand die jou met liefde bombardeerde. Maar dat was een gouden spiegel wat voorgehouden werd, maar toch niet zo'n goede relatie was. Daar ben je tot, dat heb je dus gezien. Dat moest jij dus opruimen en verwerken. Er waren misschien veel leugens. Misschien heeft degene zich mooier voorgedaan dan het was. En dat heb jij uit je leven gezet. Het is weggeknabbeld nu. En nou komt er meer... overvloed. En dan kan je meer communiceren over je gevoelens. Je gaat dingen ontdekken. Je wil niet meer in de slachtofferrol zitten. Je wil ervan wegvaren. En dingen achter je laten. Goed, dit was het voor de weegschaal. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!